zijn we Stichting Carnivora. Bij Jemen Chameleon. En die komt uit Jemen en Saudi-Arabië. Ik zou zeggen, het is alleen maar woestijn. Maar daar hebben ze ook waddies, hè? Oases, waar bomen groeien en palmen. En daar woont deze Jemen Chameleon. Nou, het zijn echte vleeseters, hè? Kleine rovertjes. Ze wonen in de boom. Ze hebben eigenlijk altijd een heel hoog verblijf nodig. Het hoeft niet zo heel breed te zijn en niet heel diep. Maar het moet vooral hoog zijn en er moeten veel klimmogelijkheden zijn. Het zijn echte klimmers. Zou iets meer plantjes mogen hier, maar deze is ook ziek. Dus het is een soort quarantaineverblijf. En het probleem is dat het bloed is bij de ontlasting. Eerst was het vrij helder bloed. En de vraag is even, wat is er aan de hand en wat kunnen we ermee doen? Ik kan natuurlijk ontlasting meenemen. Maar ik ga even kijken of die meewerkt. Het is een boos mannetje, werd al gezegd. Ja. Ik denk dat ik even een handschoen moet pakken. Zo, vriendje. Ja. Hij verliest dus bloed door de cloaca. Bij reptielen is er één uitgang voor poepen en plassen. Dus als er bloed verliest uit de cloaca, kan het zijn dat het uit de darmen komt. Maar het kan ook zijn uit de blaas en de urinewegen. Ze hebben hele typische handjes, hè? Daar kunnen ze zich heel goed vasthouden. Dat doet hij nou ook een beetje. Daar kunnen ze de takken echt mee vasthouden. Hij wordt een beetje rustig. Chameleons kunnen van kleur verschieten. En als ze boos zijn, worden ze vaak zwart. Deze is nu wat donker van kleur. Maar normaal gesproken passen ze zich aan de kleur van de takken. En ik voel nu de buik. Want ja, wat zou er aan de hand zijn, is dan de vraag. En wat kunnen we dan daaraan vinden? Nou, ik voel eigenlijk weinig bijzonders op dit moment aan de buik. Wat ik ga doen, ik ga de ontlasting verzamelen, die ga ik meenemen. En die gaan we nakijken. En dan gaan we zien wat we daarin vinden. Ik vind zijn algehele conditie best wel goed. Hè? Chameleons worden niet heel oud. Hè? 6 tot 8 jaar maximaal. Ik ga hem terugzetten. En dan gaan we de ontlasting nakijken. Ik weet zo niet wat de oorzaak is van het bloed bij de ontlasting.